Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn talkshow. Vandaag wederom een interessante gast, de bekende Nederlandse acteur Mimoun Oladradi. Jullie kennen hem vast van de bekende film Shuf Shuf Habibi en de vele andere rollen die hij heeft bekleed op Nederlandse televisie en in film. Mimoun, welkom. Dankjewel, Esma. Ga er maar. Wat rustig, wat leuk, wat goed, wat fantastisch. Fijn dat je er bent. Dankjewel, fijn dat ik er mag zijn. We zitten nog helemaal in die coronaperiode, lockdown, avondklok. Ja, verschrikkelijk hè, wat er op dit moment allemaal gebeurt. Ja. Maar wat brengt deze periode jou? Ik kan me niet voorstellen dat het alleen maar ellende geeft. Ik ben er niet zo mee bezig, Esma. Ik sowieso denk ik dat normale tijden mij ook niks geven. Je moet het allemaal zelf proberen te doen en zelf te halen. Ook tijdens corona zijn er genoeg mogelijkheden die je moet zien. Hè? Want je gaat het pas zien als je het doorhebt. Maar wat is dat dan? Wat heeft het jou dan voor mogelijkheden gegeven? Ik heb een eigen productiebedrijf hier ben ik gestart. In de coronaperiode? Ja, tijdens corona. Ik heb eigen programma mogen maken tijdens corona. Snap je? Dus als je gaat kijken, heeft corona mij iets opgeleverd? Zeg ik ja. Oké, mijn vrijheid is wel een beetje beperkt. Maar hallo. En op privégebied? Ik weet niet. Ik scheid dat niet zo heel erg. Voor mij is het gewoon Mimoun. Mimoun is gewoon Mimoun. Ik post bijna nooit iets op social media of privé dingen of wat dan ook. Gewoon leuk, gezellig. Dat is wat ik wil uitstralen. Privé hou ik gewoon lekker meestal privé. Ja, maar toch ben ik wel benieuwd wat corona jou heeft gebracht in je gezinssituatie, weet je? Heeft het weet je, sommige mensen zitten op elkaar lip. Nee, ik heb er geen enkele moeite mee. Ik ga gewoon lekker 's morgens de deur uit. En, Je ziet gewoon je gezin. Nee, dat is niet waar. Ik zit midden in een verbouwing. Dus de afgelopen maand heb ik ze sowieso nauwelijks gezien. En gewoon. Het leven is gewoon leuk. Ik las een paar dagen terug dat de achterstanden die de jongeren nu oplopen, nooit meer hersteld kunnen worden. Klopt dat of niet? Ik weet het niet. Het moet nog blijken. Ik hoop niet dat het negatief is wat ik nu ga zeggen, maar ik heb nog nooit iemand iets zien doen. Een prijs zien winnen of wat dan ook. En die zegt, dat komt door mijn geschiedenisles. Als ik mijn geschiedenisles niet had gemist, dan... Snap je? Ik vind school heel belangrijk, maar ze leren je alleen wat zij denken dat noodzakelijk is. Maar in het dagelijks leven, daar leer je pas de echte dingen. Wat heb je gemist dan tijdens jouw studietijd? Tijdens jouw schooltijd? Hoe leer je met tegenslagen omgaan? Heb je dat geleerd? Nee. Oké, maar wat heb je wel geleerd? Ik heb geleerd dat voornamelijk dat ik voor mezelf op moet komen. Mijn leraren die kon het ook helemaal niks schelen. Als jij je cijfer niet inleverde, als jij je verslagen niet inleverde, kreeg je geen gesprek van, hey, wat was er aan de hand of wat dan? Ik kreeg gewoon een 1. Ja. Bewijzen van. Ja. Hoe kunnen ze je, dan bereiden ze je toch niet voor op het echte grote mensenwereldje? Hoe ging je daarmee om? Je kreeg een 1 en dan? Ik accepteerde het ook gewoon. Ik was ook gewoon zo'n domme ezel. Maar op school leren ze je niet hoe je... In de maatschappij je moet redden. Ze leren je hoe je een diploma haalt. Ja. Of klink ik nu heel negatief? Nee, ik stel jou die vraag. Dus als jij dat hebt ervaren, ik vraag me af hoe dat dan komt. Hoe komt het dat in jouw geval? Ik denk dat de leersystemen verouderd zijn. Ik denk dat je kan iemand die heel gevoelig is niet hetzelfde behandelen als iemand die heel bruut is, snap je? Ja. Dus iemand, op maat lesen. Ja, op maat of... meer personal attention geven aan je leerlingen. Hoe gaat het als je klaar bent met school? Snap je? Niet alleen hoe gaat het op school. Ja. Heb je het dan specifiek over je studententijd? Of heb je het echt over de schooltijd? Toen je nog ik heb het niet alleen over mij. Hè? Het is denk ik universeel. Ja. Ik denk dat niemand je voorbereidt op... hoe ga je om als je een depressie krijgt? Hoe ga je om als je een verslaving krijgt? Wat gebeurt er? Dat horen ze je in principe op school te leren. Tenminste, als het thuis... Want ik denk dat je thuis meer... laat me het zo zeggen. Sommige gesprekken durf je niet met je vader of met je moeder te voeren. Maar die kan je wel met je leraar voeren. Ja. Ik denk dat school onderschat wordt. Dat daar veel meer winst te behalen valt voor de langere termijn. Ja. Ik ga heel graag met jou terug naar kleine Mimoun. Ja? Dat is zeker 2-3 weken geleden. Nog kleiner. Toen jij klein was, hoe groeide je op? Je groeide in een gezin op met 7 kinderen, zeg ik dat goed? 7 kinderen. Hoe ging dat? Het was wel druk thuis. We waren voornamelijk buiten aan het spelen. Maar mijn ouders hadden mij en mijn broers en zussen ook op de Marokkaanse school gezet. Dus ik ging eigenlijk 's morgens vroeg naar de Nederlandse school. En dan waren we waarschijnlijk, vroeger was het 4 uur, kwamen we thuis.
En dat begon 5 uur tot 9 uur weer mijn Marokkaanse school. Dus het was voor mij gewoon thuiskomen, eten en weer de deur uit. Iedere dag? 7 dagen per week. Volgens mij... Ik weet niet of we op vrijdag ook hadden, maar dat weet ik niet zeker. Maar Koranschool 5 dagen per week. Een Arabische les 2 dagen per week. Dat was op zaterdag en zondag van 9 tot 3 of 2, ik weet het niet meer. Ja. En dat was een beetje mijn leven tot mijn 16e. Ja. Dus ik had geen eens tijd om op sport te gaan of buiten te rellen of wat dan ook. Ik denk dat als ik... Ja, misschien klinkt het nu weer ongeloofwaardig, maar ik denk dat ik wel een van de betere voetballers ter wereld zou zijn geworden als ik op voetbal zat. En er is gekozen door je ouders voor Arabisch en Marokkaanse les? Ja, ik heb er geen spijt van. Ik ben echt blij dat ik Arabisch kan lezen en schrijven en een beetje Koran uit mijn hoofd kennen enzovoort. Maar je miste een beetje dat sport? Ik had geen sociale leven. Ja. Laat me het zo zeggen, in hoeverre het een sociale leven genoemd kan worden. Mm-hmm. Maar in de avonden, als mijn vrienden gingen sporten of wat dan ook, dan zat ik altijd op de... Dus je ouders vonden kennis heel belangrijk. Ja, want zij waren zelf, hebben ze die kans niet gehad. Ja. Wat hoopten ze je mee te geven op die manier? Wat hoopten ze en wat heb je eruit gehad? Ik heb nu zelf ook 2 kinderen. Ik ga hun ook op de Arabische school zetten. Mm-hmm. Ik wil heel graag dat ze leren lezen en schrijven Arabisch enzovoort. Waarom? Waarom wil je dat? Omdat ik sowieso vind dat ze zijn Marokkaans. En ze moeten zich kunnen redden in het Marokkaans. En ze moeten ook gewoon kennis hebben. Waarom? Ik vind het zo belangrijk. Hè? Waarom vind je dat belangrijk? Omdat... Ik denk om dezelfde reden als mijn ouders dat voor mij belangrijk vonden. En wat vonden zij dan belangrijk? Want wat is de reden hebben, dat ze... Kijk, mijn vader was de oudste van zijn gezin. En vroeger de oudste die ging werken voor het gezin. En de jongere broers en zo, die gingen lezen en schrijven. Dus het was een... Noodzaak. Een noodzaak. Hij heeft nooit in zijn leven kunnen lezen of schrijven. Dus... Najib die zegt wel eens tegen mij voor een grap, Miem, als je elke dag 1 woord leert van een vreemde taal, ken je in 1 jaar 365 woorden. Dan spreek je bijna een taal. En ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen, maar ik vind het zo belangrijk dat ik hoop dat ze het ook willen. Dat ze het echt Arabisch leren lezen en schrijven. Maar dat is zo mooi. Dat die intrinsieke motivatie dat die er is. Maar waarom vonden je ouders het belangrijk? Omdat zij het zelf niet konden. Ja. Als ik hun een boek liet zien, wat zie je? Zwart. Ze zagen geen letters of cijfers of wat dan ook. Ze wisten niet wat ze zagen. Is voor ons, omdat wij geen... Kijk, ik kijk naar jouw naam en ik zie staan Esma. Ja. Maar zij kijken en zij zeggen, ik weet niet wat ik zie. Mijn moeder heeft nu natuurlijk wel Arabisch geleerd, Nederlands leren lezen en schrijven. Dus het kan op latere leeftijd ook nog. Maar in hun tienerjaren of twintigerjaren of dertigerjaren hebben ze nooit... geld ook gewoon kunnen tellen. Ja. Wat zou je kinderen mee willen geven wat je niet hebt meegekregen? Weet je, ik ben nooit naar mijn ouders gelopen en echt goed gesprek met ze gevoerd. Waarom niet? Weet ik niet. Jij wel? Ja. Echt goed. Ja, gevoel. En hoe? Ja. Ik niet. Maar waar ligt dat dan aan? I don't know. En je andere broers en zussen? Weet ik niet of zij dat wel hebben gedaan. Ik weet wel dat ik het niet heb gedaan. En het grappige is dat ik het nu wel heel graag zelf zou willen dat mijn kinderen naar mij toe komen en zeggen, papa, we willen even met je praten. En dat ik dan zeg, ja, ik heb tijd. Niet dat ik zeg nee. Dat ik dan gewoon zeg, ja, is goed. Wat wil je, waar wil je het over hebben? Maar was dat het? Was er geen tijd om met je ouders te praten? Ik weet niet wat het is, Esma. Misschien was ik ook gewoon te macho, hè. Dat ik vraag sowieso never nooit in mijn leven iemand om hulp, hè. Waarom niet? Ik ben misschien opgevoed met het feit dat ik het maar zelf moet oplossen. Nou, het is je tot nu toe gelukt. Wie zegt dat? Nou, als ik zo naar je kijk, je ligt niet ergens. Misschien laat ik jou zien dat het gelukt is. Wat is het dan? Low Elm, gaat je niks aan. Gaat me niks aan? Nee, maar begrijp je wat ik bedoel of niet? Niet alles wat blinkt is van goud, hè, Esma? Nou, ik vraag me dan wel op. Ik probeer dat een beetje te doorbreken bij jou. Mensen? Ik heb wel het idee dat je me een beetje zo op afstand houdt. Ik wil niet te diep gaan, nee. Waarom niet? Omdat ik het niet gewend ben. Ik praat nooit over mijn gevoelens en over mijn privé en dat soort dingen. Ja. Ik wil praten. Kijk, daarom zei ik net tegen je mensen, ze willen je laten zien wat ze laten zien. Ja, maar ik heb jou gevraagd omdat jij mij interessant lijkt. Misschien ben ik er nog niet klaar voor om echt zo diep over mijn privéleven te praten. Mm-hmm. Ik heb veel shit meegemaakt. Dat niemand, waar dan ook niemand vanaf weet. Zoals?
Zoals, zou je iets kunnen vertellen? Ja, ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Nee, maar ook geïnteresseerd, weet je? Ja, ik snap dat je daar geïnteresseerd in bent. Maar sommige dingen moet je echt alsmaar tussen jou en je schepper laten. Ja. Maar je weet wel dat als je erover praat, of het nou met mij is of met iemand anders, dat iemand anders daar baat bij kan hebben. Want ja, ik hoef je niet te vertellen dat als jij fouten hebt gemaakt en je hebt het erover, dat je een ander ervan kunt behoeden. Linksom of rechtsom. Je kan ook anderen op ideeën brengen, maar dat zijn dan wel hele bijzondere gevallen. Maar in eerste instantie kun je de mensen wel van behoeden. Zal ik je eerlijk vertellen, Esman? Ik ben niet representatief trouwens voor de hele Marokkaanse of de Nederlandse bevolking. Niemand, hè? Ja. Maar daarom heb ik jou uitgenodigd en dit een heel publiek. Je moet, Esma, soms moet je beter iets voor je houden. Zelfs je graf mee innemen. Dan met Jan en allemaal bespreken. Ik heb één keer een fout gemaakt. Toen heb ik een keer tijdens het programma iets verteld. Over dat ik vroeger wel eens, was echt zo'n klein programma. Dat ik vroeger wel eens gegokt heb. Mm-hmm. Dat meisje dat mij geïnterviewd heeft, heeft zelf shownieuws gebeld. Oh, die heeft het. En heeft het zelf verteld. Ik heb op beeld dit en dat. En dat. Snap je? Als je. Wat mensen niet weten over je, weten ze gewoon niet. Tenzij je het vertelt. Tenzij het zelf vertelt. Dus ik kies er nu voor. Als ik het wil delen, kies ik ervoor wanneer ik het wil delen met wie. Maar zo niet, hou ik het lekker voor me. Wat weerhoudt jou dan? Ik denk dat ik wat dat betreft ben een chicken. Een chicken. Ja. Ik ben best wel emotioneel. En ik denk, als ik er niet mee over praat... Hoeft die emotie niet op te komen. Ik ga een verhaal vertellen. Ik heb... Deze is heel grappig. Ik vind het tenminste grappig. Wow, gaat het over jou? Het gaat over mij, absoluut. Ja, dan wil ik het horen. Ik kreeg een advies dat ik met een psycholoog moest gaan praten. Hm? Ik wilde niet. Je weet toch, je voelt je man. Macho, wil je niet. Dus ik ging met een psycholoog... Ik moet er al over lachen als ik er aan denk. Herbeleefd. Ja, wallah. Dus ik moest er gaan praten. En ik ging liggen en hij zegt, ja, vertel me wat er allemaal speelt. En ik begon zo te praten met mijn ogen dicht, zo liggen op de bank. En na 20 minuten hoor ik die man huilen. Die psycholoog, die was aan het huilen. Dit is een waar gebeurd verhaal. Die psycholoog die zat zo, ik voel je pijn. En hij zat te huilen en ik denk, oh my god. Ik wil hulp, hè? Niet jij, hè? Dus ben ik weggegaan, man. Nooit meer teruggekomen? Nooit meer teruggegaan. Hij huilde. Maar en toen? Oké, wat doe je dan? Je maakt zoiets mee, je hebt iets verschrikkelijks meegemaakt, weet je. En dan zit je ligt bij de psycholoog en je doet je verhaal. Hij huilt, hij is weg. En dan? En dan denk ik van, hey, luister, ik heb beter zelf een manier... En wat is die manier dan? Weet ik nog niet, heb ik nog niet uitgevonden. Je weet veel maar, niet. Maar, je weet heel veel. Je weet heel veel wel. Ik kwam een keer iemand tegen... En ik had een boek gekocht, psychologisch boek. Ik dacht, ik ga een zelfgenezing doen, bla bla bla. Dus ik had dat boek, ken je The Secret? Nee. Het is een boek dat iedereen koopt. Ik heb hem nog steeds thuis, ik heb misschien 20 jaar geleden gekocht. Toen was ik 1. Ik heb hem misschien 20 jaar geleden gekocht. Ik lieg niet, hè? Nou, korter, misschien 15 jaar geleden. Je liegt kort. Hij is nog steeds niet geopend, Esma. Hoe komt dat dan? Boek. Ik heb geen geduld om te lezen. Maar je hebt ook luisterboeken, misschien... Ik ben een beetje in oplossingen met je mee aan het denken, terwijl ik alleen maar vragen wil stellen. En ik was in een café en een vrouw loopt naar mij toe en die kijkt naar dat boek en die zegt van, je leest de verkeerde boeken. Ik meen het serieus, hè. Het was toevallig een Marokkaanse vrouw en ze had een borrel op. En ik zeg, welke boeken moet ik dan lezen? En toen zegt ze tegen mij, Tabarak alladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wat betekent dat? Ken je die vers? Jij weet wel wat het betekent, maar toch? Ik wil dat je het uitlegt. Ik weet wat het betekent. Ik ga het niet uitleggen, maar ik weet wat het betekent. Kun je het voor korte versie? Dat eigenlijk alle oplossingen in handen van Allah zitten. Ja. Dat is een korte samenvatting. En ze zegt, maar eigenlijk hoor ik dat nu niet te zeggen, want ik ben helemaal dronken. Dan ga je een verkeerd beeld van me krijgen. Ik heb het nooit gezien voor dat en ook nooit meer na dat. Maar zij kwam toen... 20 seconden in beeld en die heeft me die levensles meegegeven en ik heb er nog steeds niks mee gedaan. Heb jij ooit de Koran helemaal uitgelezen? Ik heb meegedaan aan een cursus, Koran kaf tot kaf van Darlelem. Kaf tot kaf. Super interessant. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja. En ik heb hem laatst gekocht, ook in het Nederlands. En ik wil het, ik heb het trouwens wel duizenden keren helemaal afgehoord, ook tijdens de Ramadan met de Taraweeh en zo. Maar zelf lezen... Ik heb nog nooit, ik schaam me er eigenlijk best wel voor, de Koran helemaal uitgelezen. Wat weerhoudt je daarvan? Geduld.
Ik denk dat ik er het geduld niet voor heb, Esma. Oké, we gaan weer even terug naar je toen je jong was. Toen je heel klein, jonger, hè, want je bent nog een jong gast. Weet je als ik aan jong zijn denk, waar ik aan moet denken? Ja? Het schiet me altijd binnen. Ik denk dat dat ook de reden is waarom ik best wel veel praat. Hè? Dat heb ik mezelf een beetje wijs gemaakt. Ik was misschien een jaar of 6, 8 misschien maximaal. En ik zat in de klas bij mijn meester. En ik was best wel aanwezig. Maar niet echt aanwezig. Ik was toen nog rustig. 8 is groep 5. Zoiets. Ja. Ik had iets gedaan waarschijnlijk en ik moest in een hoek gaan staan, Esma. Ze gingen naar buiten spelen, alles erop en eraan. Opeens zegt de meester, jongens, pak jullie jassen, het is tijd, we mogen naar huis. Opeens zegt iemand, maar meester, Mimoen zit nog in de hoek. Oh. Ik had gewoon 5 uurtjes in een hoek gestaan en niemand had me opgemerkt. En je had geen kick gegeven? Ik heb niks gedaan. En je was niet in het zicht? Ik was niet in het zicht. Het was een gordijn, ik moest achter een gordijn gaan staan. Wat een slechte pedagogische oplossing. Ja, maar dat doet er niet toe meer, hè. Maar dat dit je blijft... Ik denk dat dat moment was voor mij, dat ik altijd zichtbaar en hoorbaar wilde zijn. Dat heb ik heb moeten graven in mijn hoofd. Waar is het fout gegaan dat ik zo druk ben? Ik denk dat dat het probleem was. Gaat het nu beter? Nee. Weet iedereen maar dat je er bent? Oh, aanwezig ben ik zeker. Ja, nu probeer ik het weer in te dammen. In te dammen. En de grap is, ik ben nog heel goed bevriend met die leraar. Dus hij het is niet zo wel... dat ik... Ik weet niet of hij het nog weet. Okay. Maar ik denk, ik heb het hem ook nooit meer verteld. Maar ik weet wel dat ik het hem niet meer kwalijk neem. Ja. Terwijl dat moment toch best wel een negatieve ervaring is in mijn leven. Ja. Heb je HBO gedaan? Ja. Welke richting? Commerciële economie. Heb je International management. Ja, zeker. En wanneer kwam dat acteursverhaal dan? Dat is dus juist het probleem. Maar ik zat in het derde van het HBO. En ik ging over naar het vierde. Maar ik kreeg ook een rol aangeboden. En je hebt tot nu toe niks gedaan op toneel, nee, nooit. In theater, nee, nooit. Film, nee, helemaal nooit. Niks. We liepen op straat, letterlijk, bij de Dam. En er liepen gewoon mensen op straat die zeiden van, wil je graag in een film spelen, wil je acteren of wat dan ook. Vroeger waren er geen castingbureaus, hè? Tenminste die waren er wel, maar er stonden geen Marokkanen ingeschreven. Ja. Maar de grap is, hè? Het is niet zo dat ze zeiden van, ja is goed, kom maar morgen naar daar of naar daar. Ja oké, kom maar nu mee. Oh. En we liepen gewoon mee naar een... restaurant dat omgetoverd was in een castingbureau. En daar zat Albert Terheer, de regisseur van Sjoef Sjoef, samen met die andere Mimoen, Mimoen Oesa, en nog wat meer mensen. En we gingen auditie doen. Maar de grap is, ik deed auditie, het was zomer, en ik ging naar Marokko de volgende dag of 2 dagen daarna. Voor hoe lang? 7 weken. Voor 7 weken? Ja. Vroeger, ik reed hè, voor mijn vader Rahmoen naar Marokko. Dus misschien komt het heel veel mensen herkenbaar voor, maar voor mij zeker. Ik wist nooit wanneer we vertrokken, wanneer we weggingen. Dat is gewoon... Alleen als je zei, Mimoen, we gaan morgen of overmorgen, dan vulden we de bus, gingen we rijden en weer in Marokko. Wallah, ik wist nooit wanneer we weggingen. Tenminste, eigenlijk moest ik het wel weten, want je hebt natuurlijk schoolvakanties. School, ja. Maar ik zat, mijn school begon altijd later. Toen ik terugkwam, want tegenwoordig bestaat er WhatsApp en dat soort dingen, maar dit bestond er niet, hè. Deed ik mijn telefoon aan, voicemail. Mimoen, bel ons. En ik bel Kemna Casting op en Annemieke Bakker heette ze. En ze zegt, Mimoen, je leeft nog. We dachten dat je dood was. We willen je vandaag nog zien. Ik ging er naartoe. Zij zei, gefeliciteerd, je hebt die rol. En je wist nog niet wat voor rol? Ah, ik had auditie gedaan. Maar wist je wat voor rol het zou zijn? Nee. Varkenskop en zo. Ja, nee, dat is later. De grap is, we hadden dus een script en toen gingen we het lezen en toen mochten we het aanpassen. Het varken heb ik gewoon zelf... heb je zelf erin gedaan? Ja, zelf. Ja, mooi moment. Mooi moment. Iedereen herinnert kleine zich. Stap voor de mens en een grote stap voor de mens. Dus eigenlijk, Esma, en het grap is... ik had die film dus gemaakt en ik ben niet naar de vierde gegaan. Je hebt het niet afgemaakt? Ik heb het niet afgemaakt. Toen niet of nooit niet? Jawel, ik heb je toch net gezegd, ik heb een diploma. Maar ik ben niet naar de vierde gegaan. Ik ging me volledig focussen op die rol en ik dacht bij mezelf van, ik word gewoon de grootste die er is. En wat was het wat jou zo trok aan het acteur zijn? Ik weet het niet. Stiekem in mijn hoofd had ik het wel altijd gehoopt, snap je? Als ik het kon terugdraaien, maar begrijp me niet verkeerd, hè? Had ik het never nooit gedaan. Serieus? Ja, echt waar. Ik was echt,
echt een, nou, misschien ga ik het heel, een goede mens voordat ik in de filmwereld zat. Ik werkte, ik had continu werk, ik was op aan het studeren, ik had alles op een rijtje. En na het filmen ging het gewoon... Je bent wel doorgegaan. Ja, wat betekent doorgaan? Eén keer in de zoveel tijd werk, is dat doorgaan? Dat weet ik niet. Dat kijk, het gaat erom... Maar daarom zeg ik tegen je, zegt... sommige dingen, Esma, ja? die ik gewoon niet bespreken. Ja. Nee, maar om het even om het af te maken, hadden we die film gemaakt, derde HBO, ik ging niet meer naar school. Film kwam uit, mega succes, maar ik kreeg geen nieuwe rollen. Waar lag dat dan aan? Dezelfde dag dat de film uitkwam, ben ik weer gebeld. En de rest dan? De rest, sorry dat ik je onderbreek. Het klinkt misschien heel grappig wat ik zeg, hè? Ja. Maar Mimoun Ouledraadi heeft niks te maken met de rest. Of de rest werk heeft, niemand gaat aan Mimoun denken. En als ik werk heb, met alle respect voor hun, ga ik ook niet denken van hoe gaat het met hun. Mee eens, maar het gaat mij meer om, jullie hadden allemaal een acteerrol. Dus ja. De andere Mimoun had een acteerrol, weet je, Mohamed Shara had een acteerrol. En jij had een acteerrol. Je ziet je iedere keer met z'n drieën waren jullie in beeld. Ja. Daarom stel ik die vraag. Dus zij waren en Leo, acteurs. Hè? Ja, Leo. Maar ja, ja. Met z'n vieren waren ja. Leo Alkemaar. Ja. Ik voel me wel Marokkaan. Ja. Ik kreeg dus geen rollen. Ja. En toen zei mijn moeder tegen mij van, is het misschien niet verstandig als je diploma gaat halen? Ja. Snap je? Ik kan wel thuis blijven zitten, maar het is niks. En toen? Toen ben ik teruggegaan naar school, heb ik mijn diploma gehaald, ja. En hoe heb En ik heb dus vertraging opgelopen. Ik heb dus met me zoveel geld gekost, omdat ik dacht dat ik door zou breken. Ja. Maar je bent ergens doorgebroken. Ik weet het niet, Esma. Het voelt niet zo. Heb jij door dat heel veel vragen die ik stel, dat je daar weet ik niet op zegt? Weet ik niet. Nee, maar snap je wat ik bedoel of niet? Ja. Het voelt voor mij niet alsof ik doorgebroken ben. Maar is het, als ik jou deze vraag stel, dan komt die ergens vandaan. Ik heb natuurlijk ook mijn dingetjes bekeken van jou. Ik heb best wel dingen gedaan. Je hebt ontzettend veel gedaan. Ik bedoel, er zijn afgestudeerde acteurs die jaloers zouden zijn op mijn cv. Ja, je hebt het niet gedaan. Je hebt series gedaan, je hebt films gedaan. Alleen, je hebt nu een eigen programma. Vraag je mij van... Je laat mij niet eens dingen opzommen. Ik wil niet over mezelf praten. Ik heb je uitgenodigd om over jezelf te praten. Maar je had ook geen zin om te komen. Dat heb je ook tegen mij gezegd. Ik zit midden in een verbouwing. Ja? En ik heb van heel veel mensen, Esma, heb ik verzoeken gekregen of ik in hun YouTube-kanaal of programma's wil komen. Wallah, ik heb iedereen afgezegd. En wat was het dat je toch naar mij toe kwam? Ja, je hebt meegedaan aan mijn programma. Dus had je het gevoel dus dat je ik wat... voelde dat ik het niet kon maken om tegen jou te zeggen nee. Anders had ik nee gezegd. Ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja. Sorry. Maar ik ben er omdat jij er ook voor maar mij Maar ik had dit de deur alsjeblieft. Ja, hier komt er ook niet meer uit. Weet je zeker dat hier alleen water in zit? Nee, dat weet ik niet zeker. Maar waar weeg je het altijd tegen op? Als jou een vraag wordt gesteld. Als jouw vraag wordt, zou je dit willen doen? Of wil je dit zal doen? Zal ik eerlijk zeggen, Esma? Eigenlijk zou ik elke vraag die mij gesteld wordt, mee naar huis moeten nemen. En een dagje over na moeten slapen en dan pas moeten beantwoorden. Maar? Ik ben mijn eigen vijand. Mijn mond is sneller dan mijn hersenen. Maar wat is dat dan? Ik denk gewoon niet. Nee, dat doe ik niet. En dan misschien thuis denk ik van, ik ben wel eens ook opgestaan bij een gesprek. Dat ik dacht van, dit is niet de richting welke ik op zou willen gaan. Ja, dit zijn de niet-antwoorden die je hebt gegeven. Hoe zit het met de ja-antwoorden die je hebt gegeven? Want zo heb je, ik bedoel, zo heb jij je leven ingericht. Door tegen een aantal dingen nee te zeggen en een aantal dingen ja. Eén keer, als je het hebt over domme keuzes. Ik heb het over de goede keuzes. Nee, maar over domme keuzes. Ik werkte bij Jacques Hermans. Ken je dat nog? Nee. Hoe oud ben je? 21. Voor de hoeveelste keer. Maar er was een supermarkt in Amsterdam en die heette Jacques Hermans. En ik werkte daar samen met een vriend van mij, Ali. Ik ben echt een keurige jongen. Ik heb alleen een grote mond, maar ik zal je nooit slaan of bestelen of wat dan ook. Ik heb alleen een grote mond. En hij, met grote mond bedoel ik dat ik veel praat. Hè. Ik bedoel, dat doe ik niet. Een vriend van mij, Ali, die werd ontslagen. Ik weet niet meer voor wat. Ik heb spullen gepakt, ben ik ook gewoon weg. Waarom? Weet ik niet. Allah Adam. Maar deze had Allah ik kunnen invullen om mezelf. Ik weet het niet. Ik pakte gewoon mijn spullen. Ik zei, doei. En ik ben weggegaan. Omdat mijn vriend met wie ik elke dag daar naartoe ging, ontslagen werd.
Oké, maar dit is wel een dingetje wat ik terug hoor komen in jouw verhaal. Je vrienden zouden niet naar het Amsterdam Lyceum gaan, want ze hadden een lager niveau. En jij wilde liever bij hun, weet je, op school. Mijn leraar, dat ging niet door. Ik heb wel veel goede mensen om me heen gehad. Want mijn leraar die stond erop dat ik daar niet heen ging. Jacques Hermans is ook een situatie waarin een vriend werd ontslagen en jij bent erachteraan gegaan. Hoe dan? Hoe baseer jij dan... Ik ben misschien gewoon heel slecht in keuzes maken. Is het als je het hebt over keuzes, ja, ik denk het wel, ja. Ik ben gewoon heel slecht in keuzes maken. Nou, dan heb je die acteer... Ik ben ook heel slecht in nee zeggen. Want het liefst zat ik nu nog te klussen. Ik heb nog 2 of 3 dagen. Maar je hebt tegen heel veel dingen wel nee gezegd. Ik reageer... Je reageert gewoon niet? Ik reageer niet. Maar wil je de confrontatie niet aan? Ja, omdat ik heel slecht in nee zeggen ben. Als iemand me vraagt, wil je het doen? Ik zeg je eerlijk, het liefst wil ik alles doen. Dus je vrouw heeft het heel makkelijk met jou? Nee. Oh, dus komt die nee wel? Ik ben best wel een lastiger, hoor. Zeg ik eerlijk. Maar als je overal ja op zegt... Ja, maar simpele dingen. Het programma Mimoens Gevecht. Daarin komen super, weet je, een heel groot diverse... Ja, hoe zeg je dat? Verschillende gasten. Je hebt heel veel verschillende, maar ook uit verschillende hoeken heb je gesproken. Ja. Je hebt het over sport gehad, je hebt het over opvoeding gehad, je hebt het over media gehad. En daarin heb jij jezelf iedere keer getoetst aan wat zegt de islam hierover. Je hebt imams gesproken, je hebt ervaringsdeskundigen gesproken. Je hebt mij ook gesproken, toen ging het over opvoeding. Ik ben geen ik ben gewoon ook een moeder. We hebben het toen over hele interessante dingen gehad, ook toen de camera uitstond. En dat was inderdaad ook die reacties. Asma, heb jij je programma gezien? Jouw programma? Volg je mij op Insta? Ja. Heb je mij iets zien delen? Nee. Over mijn programma? Nee. Dat ik bang ben. Ja, ik heb niks gedeeld, Asma. Ik heb niks gedeeld, want hoe meer ik het zou delen, hoe meer mensen het misschien zouden zien, hoe meer reacties ik zou krijgen. Er hebben heel veel mensen het gezien en er zijn ook heel veel reacties. Dat jij het niet deelt, en dat betekent niet dat je de reacties hebt gestopt. Dus dat is iets wat een doorlopende lijn is. Dat is niet iets wat jij stopt als je het niet deelt. Ik zeg 2 keer hetzelfde. Maakt niet uit. Maar wat is dat dan? Ik weet het niet. Ik ben misschien heel erg bang voor afwijzingen, Esma. Maar van wie? Allahu a'lam. Oké, want je hebt je gezin. Ja. Je hebt je moeder, want je vader is een paar jaar geleden overleden, larhamu. Mogen God zijn ziel hebben. En zijn zondes vergeven en zijn graf verruimen. Zo, dat hele riedeltje. Dat was een enorm... Ik kan me voorstellen dat super pijnlijk was. Wie staat er dan nog meer zo dicht bij je... die jou nog kan afwijzen op jou, hoe je bent? Ik laat sowieso heel weinig mensen heel dichtbij komen. Want ik ben te vaak gekwetst. Dus... Maar, privé dingen, Esma? Bijna niemand. Bijna letterlijk niemand. Maar je bent getrouwd? Ja. Hoe gaat je vrouw hier dan mee om? Of hoe ga jij met je vrouw om? In het algemeen, ja. Ik weet dat je niet graag over je privéleven praat. Ik vertel bijna niks. Aan haar niet? Aan niemand niet. Aan haar ook niet? Ook niet aan mijn moeder. Maar wie weet dan wel alles? Niemand. Alle. Klinkt misschien gek, hè? Weet je wat het is? Ik heb zoveel dingen gezegd die niet uit zijn gekomen. En dan leer je ook hun met teleurstellingen leven. Dat wil ik gewoon niet. En als je om je heen kijkt en je ziet mensen die dat wel doen, wat vind je daar dan van? Prachtig. Wat zij doen, moeten zij weten. Ik hoop dat ze wel accepteren dat hoe ik het doe, dat mijn keuze is. Je hebt om adviezen gevraagd bij die mensen? Ik heb wel eens mensen om adviezen gevraagd. Je hebt ook in je programma adviezen gevraagd? Geen tijd, geen dit, geen dat. Dus liever niet. Sorry, geen tijd, hoe bedoel je? Als ik soms mensen... Kijk, ik vraag sowieso bijna nooit om hulp. Hè. Maar dan heb ik soms wel eens iemand dat ik bel. Hey, kan ik even spreken? En dan zeggen ze, ja, ik heb even geen tijd of wat dan ook. Dan denk je... Maar goed, je hebt wel een programma gemaakt waarin jij mensen om advies vraagt. Ik ben het ook aan het leren. Ik ben ook sterker aan het worden. Ja. Maar geef me de tijd. Maar wat merk je dat je nodig hebt om daar te komen? Dus dat stapje om nu weer... Tijd. Tijd is... Wat het serieus? Ja, ik heb tijd nodig. Ik kom ergens vandaan, Esma. Daar waar je niet over je emoties praat, je niet over je gevoelens praat. Snap je? Gewoon heel simpel. Heb je dan aan je levenspartner iemand gevonden die dat ook oké vindt? Of hebben jullie daar ook gesprek? Weet ik niet, want daar praat ik ook niet over. Oh, en zij begint daar ook niet mee over met jou? Tuurlijk wel, maar... Maar? Ik doe de deur dicht. Ander onderwerp, Esma. Nee.
Oké, en toen heb je in coronatijd, wat heel knap is, ben je een onderneming gestart. Met die onderneming, jouw productiebedrijf. Hoe heet het productiebedrijf? More. More, M-O-R-E? M-O-R-E. Ja. Omdat M-O-R is Mimoun Ouledraadi. Een ja. E staat voor entertainment, education, wat je ook wil. Ja. En daar heb je het programma mee gemaakt, Mimoens Gevecht. Ja. Wat heb je uit het programma gehaald? Wist je dat ik de dagen dat het op televisie kwam, ben begonnen met klussen? Nee, dat wist ik niet. En ik ben nog steeds niet klaar. Kun je zien aan mijn baard? Ik heb gezegd, ik ben pas klaar. Dus ik heb het programma heb ik niet gezien. Ik heb de reacties niet gelezen. Ik weet niet hoeveel kijkers het heeft getrokken. Ik weet nog helemaal niks. Ik hoop zodra ik klaar ben met verbouwen en ik kan weer rustig op de bank zitten, dan ga ik het eventjes helemaal peculeren. Ja, maar je hebt dat programma gemaakt, dus je hebt al die mensen gesproken. Je bent door dat traject gegaan. Ik heb jou ook in de laatste aflevering een soort van samenvatting horen geven. Maar wat heb je uit het hele scala aan mensen, de adviezen van die mensen, wat heb je daaruit gehaald? Het allerbelangrijkste is, Esma, iedereen kan je vertellen hoe het moet, maar als je het niet zelf doet. Dus ik moet nu voor mezelf, ik heb nog geen rustmoment gehad. Ja. Ik moet nu voor mezelf gaan uitvinden hoe en wat. Ja. En wat is hetgene wat je kinderen graag zou willen meegeven? Ik heb erover na zitten denken. En ik heb maar één droom. Ik hoop niet dat ze in de mediawereld willen. En als ze dat niet doen, dan vind jij dat je succesvol was naar je kinderen toe? Nee, dus nee. Heb je ze meegegeven? Ja, ik wil dus niet dat ze acteren gaan of wat dan ook. Tenminste, dat zeg ik nu. Ja. Ik hoop echt dat ze tandarts of iets anders gaat worden. Mm-hmm. Maar niet in de... Maar als ze jou als voorbeeld of als rolmodel zien, als voorbeeldfiguur... Ja, maar ik ga nog wel met ze praten. Ik ga nog met ze praten. Ja, ik wil hun wel vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt en hoe ik het heb gedaan en welke fouten ik heb gemaakt. Ja. En wanneer voel je dat je, of wanneer vind je dat je succesvol bent? Wanneer is Mimoun Ouledraadi succesvol? En dan benoem ik even, je bent als acteur, heb je films en series? Ik denk als je continu werk hebt. En dat zou moeten betekenen dus meerdere projecten? Meerdere werk, meerdere projecten, ja. Meerdere films, meerdere series? Alles, of maakt dat... alles. Oké. En wat zou je anders hebben willen doen, behalve dan het niet kiezen voor je carrière? Laten we zeggen dat je al had gekozen voor je acteercarrière. Wat zou je daarin anders hebben willen doen? Misschien heel gek, maar ik wil... Als ik vandaag de dag dood zou gaan, zou ik herinnerd worden, denk ik, als de man die altijd en overal maar zijn mond open had. Als ik heb soms heel vaak over na zitten denken, zou ik meer werk hebben als ik mijn mond meer onder controle had? Ik weet het niet. Weet je waar het mij om gaat? Althans, wat ik nu heel erg uit dit gesprek haal, is van, je weet alles heel goed te vertellen. Je hebt je mond ook niet onder controle. Dat is waar, daarom moet ik iedere keer lachen, want ik onderdruk de dove die de blinde advies geeft ook? Nee, ik geef geen advies. Ik stel vragen. Ik probeer te achterhalen wat het nou is. Ik probeer ook mijn lessen eruit te halen. Ik probeer met alle mensen die hier bij mij, weet je, die met mij in gesprek willen, probeer ik ook iets uit te halen van, oh, wat kan ik hiermee? Ik ga niet zomaar met mensen in gesprek. Dus in jou zag ik ook dingen, ook bij het maken van jouw programma, weet je, met die uitzending, dacht ik, ja, dit is echt super interessant, want alles wat je zei, voelde ik raakvlak. Dus je had het over, welke keuze maak je dan? We hebben het gehad over aangeboren gedragingen en aangeleerd nurture en nature, hebben het over gehad. We hebben het ook gehad over van, ja, maar hoe doe je het dan? Weet je, daar gingen we dan verder. Ondertussen hebben we gekookt. Het was interessant om jou, weet je, jij was toen de vraagsteller. Ik denk dat ik veel te vertellen heb, Esma, maar ik wil het niet. Ja, ik snap niet waarom je dat niet wil. Want je hebt het er wel over met anderen. En de reden waarom nee, je het met anderen... Nee, wie zegt dat? Jouw Mimoens Gevecht, je hebt het erover met anderen. Ja, maar heb ik details verteld? Nee, je ging vragen Ik heb alleen stellen. Verteld dat ik het moeilijk heb. Ja. Ja. Als ik jouw ouders, als ik jouw moeder vraag, hoe is Mimoen? Wat zegt jouw moeder? Wat betekent dit? Pop. Maar dan ga ik doorvragen. Dan moet je een interview met haar... Ja, daar hebben we ongetwijfeld. Ik ben echt een familiemens. Een familiemens? Ik help iedereen. Ik zou nooit in mijn leven vragen om hulp, maar ik help iedereen. Ik sta klaar voor iedereen. Is dat iets wat jouw moeder mij zou vertellen? Absoluut. Absoluut. Wat nog meer? Ze zou ook zeggen, zeg zo min mogelijk tegen Esma.
Nee, Esma, wat nog meer? Hoe gaat ze je beschrijven? Ik denk dat ze wel heel erg tevreden is met mij als zoon. In welk aspect? In elk aspect. Zoals ik zeg, als ik het over een carrière heb waar jij... Nee, maar carrière, werk, dat moet je weglaten. Oké. Okay. Gewoon over gewoon zoon. Hoe ik voor haar ben, haar ben, dat bedoel ik. Dan zou ze zeggen top. En als ik je vrouw vraag? Ik ben een betere zoon dan echtgenoot. Daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Maar echtgenoot is iets wat je een paar jaar bent in je leven nu. En zoon ben je al je hele leven. Ik ben leven? Ook niet altijd een makkelijke zoon geweest. Dus misschien word ik ook nog een hele goede echtgenoot. En een broer? Betere zoon. Ik ben zelfs een betere echtgenoot dan een broer. Ik sta wel altijd voor iedereen klaar. Ja. Maar ja. Moeilijk. Een vader? Probeer ik echt goed te zijn, maar soms moet ik moeilijker. Mijn dochtertje is echt de baas over mij. Hè? Papa moet eten geven. Ja, dan... Dat doe je het. Dan doe je het. Waar trek je de grens? Heb je niet. Je schudt nee. Ik weet dat je strenger moet zijn om een beter kind te krijgen. Maar het lukt me niet, man. Als ik haar hoor huilen, dan is het helemaal naar de kloten. Zometeen is ze 16. Nee, maar dat is dus, daarom zeg ik tegen je. Ik ga proberen, mijn mond, mijn veel gepraat, ga ik proberen met mijn kinderen echt levenslessen mee te geven. Ik ga hun echt proberen. Je weet toch wat ze zeggen, de eerste pannenkoeken mislukken altijd. Ja. Laat mij maar de eerste mislukte pannenkoek zijn, dan zorg ik ervoor dat hun lukken. Tenminste, als pannenkoeken. Ik ga ze gewoon vertellen waar je tegenaan gaat lopen als je gaat zijn zoals hoe ik ben. Ja. Dus ik hoop dat ze een andere karakter zullen hebben dan ik. Ja, DNA zit er nu toch in. Bij hun. Wat heeft het programma jou gebracht, Mimoes Gevecht, qua religie? Want dat was iedere keer jouw maatstaf. Alhamdulillah. Ik ben een overtuigde moslim. Ik ben blij dat ik moslim ben. Ik zie wel eens natuurlijk dat heel veel mensen iets uit de naam van de islam doen. Maar ik denk niet dat moslims zijn, hoe gek dat ook klinkt. Ik ben ook alleen maar verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Niet voor de daden van een ander. En ik kreeg 2 dagen terug kreeg ik een berichtje van een jongen. En die zegt, ik heb je programma gezien. Ik vond het echt leuk. Ik ga nu ook meer doen aan mijn geloof. Enzovoort. Dat vind ik wel fijn. Misschien en toch. Ik denk dat je heel veel kan goede moslim zijn. Daar word je automatisch een goed mens van. Hè? Mm-hmm. En wat zou je als wijze les mee willen geven aan de mensen die dit programma gaan kijken? Ik wou zeggen, wees niet bang om fouten te maken. Iedereen gaat ze maken. Zorg er alleen maar goed voor dat je sterker maakt in plaats van dat je achteruit werpt. Dat is dus echt een les voor iedereen. Dat is echt een les voor iedereen. Voor iedereen. Ja, maar het is zo. Het gaat nu allemaal als over je gasten. Als mensen mij vragen stellen... Nee, het is een gesprek. Het is een gesprek. Dus de dat vragen heb je me mogen... niet gezegd. Want anders had ik heel veel vragen teruggesteld. Ik heb jou gezegd dat dit een gesprek nee, is. Nee, je hebt gezegd ik ga met jou praten over jouw keuzes. Ja. Je hebt nooit gezegd dat ik het ook over jouw keuzes moet. Je mag doen. Het best hebben over mijn keuzes. Je hebt alleen nog 3 minuten. Ik moet nu weg, helaas. Nee, ik praat wel eens over mijn privé. Ja. Weet je wat? Het lijkt me leuk... Als je dit een jaar volhoudt, dat we over een jaar weer een gesprek gaan voeren over wat het mij in een jaar heeft gebracht. Dat is een goeie. Ik hou je eraan. Deal. En als het niet in deze setting is, dan moet het in een ander. Maar waarom zou het jaar... niet in deze setting moeten zijn? Weet ik niet. Ik hou gewoon de optie open dat we wel dat gesprek na een jaar weer gaan voeren. Als ik maar wel weer een thee en een water krijg. Je krijgt meer. Ja. Deal? Zijn we klaar? Kan ik naar huis? Deal? Ja, afgesproken. Ik kom er zelf mee. Tuurlijk is het een deal. Nou, met deze mooie woorden en wijze lessen van Mimoun Ouledraadi, dan wil ik jullie graag bedanken voor het kijken. En tot gauw.